Ja, Marcel, denk je daarvan? Ja, dat was een fijn stukje muziek. En toen? En toen, toen wilden wij geld terug, of niet? Nou, dat wilden we niet. Heracles Almelo, we hebben het nog steeds over. Ja, en toen was de terugreis. En we hadden het al, we hebben het al eigenlijk over gehad op de terugreis. Van, ja. het zal toch niet waar zijn dat ze nou ons kaartje terug gaan betalen? Ja, maar wat is dat trouwens? Ja, dat is een beetje zo'n modedingetje zo. Hè? Want doen dan, want het fenomeen, het begrip verhaal halen. Hè? Oud-Breda's verhaal halen. Maar dat doen ze dan ook in de rest van Nederland. En dat doen ze het allemaal op een andere manier. We hebben het regelmatig bij FC Groningen gezien. Bij PSV kunnen ze het tegenwoordig ook. Op het veld. Dat is dan de spelersbus opwachten en dan met hele boze blikken verhaal halen over hoe kan dat nou en het moet allemaal beter. Maar bij NAC is het allemaal iets beter gefaciliteerd, geloof ik. Want we mochten in het spelersroom staan, zag ik aan de foto's. Ik was er niet bij, maar ik heb inderdaad begrepen dat de spelersbus werd opgewacht. Ja. Tussen aanhalingstekens, maar dat ging allemaal wel heel vriendelijk. Ja. En er werd een gesprek gevoerd en volgens mij is tijdens dat gesprek het idee ontstaan om de NAC-supporters die in Almelo waren het geld van hun kaartje terug te geven. Ja. Ja, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten, hè? Nee, dat is eigenlijk een beetje een belediging van je woede, zeg maar. Je verontrusting, verrustend gevoel waar je daar staat, denk alsof ik. Je met dat geld mijn gevoel kan afkopen. Ja. Maar zo werkt het niet, want dat ellendige gevoel heb ik al 2 weken. Dat raak ik pas kwijt als ze een keer winnen. Ja, inderdaad. Want je wil gewoon een garantie dat het volgende week ook weer is. Ja. Je koopt de tv, dat doet het niet. En je gaat terug, oké, ik wil mijn geld terug. Nou, zo gaat dat. Maar ik ga niet... Ik ga niet naar die winkel daar zo bij het NAC-stadion daar zo een tv kopen. Omdat ik zo heel zielsveel van die winkel hou. Nee, ik wil gewoon een product. Dus dat is gewoon totaal niet te vergelijken. Nee. Ik hoef helemaal geen geld. Ik wil gewoon dat het volgende week gewoon het wel goed is. Het NAC-gevoel, de NAC-supporter is geen product, hè? Nee. Dat is echt een gevoel. Heel bijzonder. Persoonlijk. En dat gaan we dus ook absoluut niet doen. Dat, tenminste, ik in ieder geval niet. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat met ons eens zijn. Mm. Dat bleek ook wel op de Rad. Mm. Onze eigen site www.derad.nl. Hè, voor iedereen die het echte nieuws wil volgen. Inderdaad. Het gaat inderdaad om de eer. En om het gevoel. En ze kunnen het alleen maar goed maken door gewoon te winnen van ADO. Ja. Daar gaan we het straks nog over hebben, maar dat zal al heel lastig genoeg worden. Hey, het fenomeen verhaal halen, denk je nou echt dat het ook werkt? Hè? De spelers komen aan bij een bus en er staan helemaal boze supporters. En die willen allemaal met 50 of 100 monden willen ze vertellen wat er allemaal aan mankeert. Denk je dat dat nou echt de juiste uitwerking heeft? Ik weet het niet. Het lucht als supporter lucht het wel op. Ik heb het ook wel eens gedaan. Toen ging er iets fanatieker aan toe. Dus het is misschien wel zo dat je wel wat spelers kunt raken tussen aanhalingstekens. Ja. Maar of het echt zinvol heeft, weet ik niet. Yep. Dus ik vind het wel goed dat het kan en dat NAC er ook aandacht aan besteedt. Want je kunt ook zeggen van nou, de spelers die stoppen we binnen en we komen pas naar buiten als de supporters weg zijn. Ja. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Dus het voegt wel wat toe in ieder geval. En misschien dat de spelers denken van ja, goh, die supporters zitten er echt mee. Ja, weet je wat het ook is? Ik vraag me af of het dan ook de spelers treft. Hè? Die je ook daadwerkelijk wil treffen. Want de supporters zagen toen ze aan bij het stadion aankwamen. Is dat zeker de helft van de selectie als de Sonomieter in een auto stapte om Breda te verlaten, bij wijze van spreken. En terwijl het volwassener gedeelte, zo het eventjes zo omschrijven, dat bleef wel in het NAC staan. En die nam zijn verantwoordelijkheid. Ja. En dat waren eigenlijk wel de spelers waarvan je zo 1, 2, 3 niet zegt van nou, daar ligt het aan, zeg maar. Ja, kijk, er was een collectief falen, maar... Wat er zat daar aan de bar qua spelersmateriaal, waren doorgaans niet de mensen die het als eerste het kopje laten hangen. Nee. Dus maar die andere spelers hebben misschien ook wel moeite met taal. Dat is natuurlijk ook wel een probleem. Ik heb overigens al gelezen dat ze op de Nederlandse les gaan. Dat is wel heel goed. Ja, inderdaad. Ik heb ze gezien, Ze het eerste wat woordjes links en rechts verdedigen. Ja, en los. Los, vast. Ja, deze pak ik wel. In je rug. Ja. Dat ze die termjes eerst even leren, want verdedigend rammelt er natuurlijk aan alle kanten. Ja, korte hoek. Misschien, korte hoek voor Jelle. Wat is dat in het Fries? Korte hoek? Ja, ik wilde het net zeggen. Jelle in het Fries, korte hoek. En afstandsschot in het Fries. Ja. Zal ik wel. Hoge bal. Komt die bal. Heuje bel. Ja. Dus dat kan Jelle ook wel. Ik denk dat een hard schot in het Fries knalbal is. Knelbal. Nee, pas op, er komt een knelbal. Nee, ik heb een knelbal. dat zijn weer andere dingen. Een knelbal, nee, dat is weer heel iets anders. Heel makkelijk. Nee, inderdaad, dat was Danny Verbeek, die had last van een knelbal. Ja. Heb je al eens horen praten? Ja. Oké. Goed, dat kortom, die goed, geen geld actie terug, geen geld, goed geld. Oftewel, die actie geld, geef je geld terug aan NAC.
aan de supporters, dat heeft niet gewerkt. En hoe gaat dat dan voor mensen die dat wel zouden willen? Ja, die moeten met een kaartje en een seizoenkaart zich melden bij NAC. Ja. Dus je moet dat kaartje ook nog bewaard hebben. Ik denk dat heel veel mensen uit frustratie dat kaartje ook gewoon hebben weggelegd. Ik denk dat veel mensen hem opgevreten hebben. Ja, verscheurd uit woede, ja, tussen, in brand gestoken. Tussen een broodje gevouwen. En nee, ik verwacht niet dat er nou zo'n 140 man die zijn meegegaan. Die kunnen allemaal te binnen kantooruren trouwens. Hè, lees ik dat goed? Oh, tijdens kantooruren moeten jullie die gaan inleveren. Ja. Dus, nou ja, ik geloof niet dat meer veel mensen daar... Nee. Het zou een goed signaal zijn als niemand dat gaat doen. Ik wil het eigenlijk ik wil het omdraaien, Leon. Als NAC nou van ADO wint, dan geven de spelers gewoon een vat bier weg. Ja? Is dat waar? Dat vind ik veel meer bij NAC passen, inderdaad. Dat past tenminste bij A, het is origineel. B, het past bij NAC. Ja, je raakt hun in de portemonnee. C, je koopt het op een leuke manier. Je koopt een overwinning op een leuke manier af. Ja, je raakt ons in de maag en ze hun in de portemonnee. Ik zie dat helemaal zitten, ja. Dus heren spelers bij deze, win van ADO en... Laat een vatje bier richting de Beatrice rollen. Dan zijn we weer helemaal tevreden. Dat is een bredatige raar. Jongens, daar praten we nergens meer. Hey, we gaan een plaatje luisteren, denk ik. Ja, zet maar eens een leuk stukje muziek op, jongen. Ik zet de jukebox even aan. Dat wordt een verrassing, hoor. Tot zo.